Vrienden, ja, ik heb al die reacties even gelezen over dat stukje van VI wat ik gedaan had. Ja, en waren honderden mensen weer geschreven. Iedereen is er toch bij betrokken bij de toekomst van dat programma. Maar goed, ik heb het gelezen en wat blijkt dan? Iedereen denkt maar zo'n beetje van, ja, nee, die de mol, die heeft er gewoon geld bij gedaan en toen waren ze om. Nee, zo gaat dat niet. Dat heeft de mol echt niet gedaan. Nee, wat de mol gedaan heeft, die is gewoon, hij is heel ordinair de baas gaan uithangen en de baas gaan spelen. Maar heel erg ordinair. Die heeft gewoon gezegd, jullie doen precies wat ik zeg en dat is hem. En ik zeg, je moet je contract uitdienen. Dat heeft de mol gezegd. En als je dat niet doet, dan krijg je een rechtszaak. Ja. Nou ja, hij heeft niet eens geprobeerd om dat programma weer op de rails te krijgen. Hij had gewoon Gluipert Gené kunnen vervangen. Dat had hij kunnen doen. En dan was er niks aan de hand geweest. Dan komen we op het punt van wat iedereen schrijft van de geloofwaardigheid. Maar het gaat er niet om in dit geval dat ze met z'n drieën weer aan een tafel zitten. Daar gaat het helemaal niet om. Ja, natuurlijk vertrouwen die Derksen en die Gijp, die vertrouwen die Gluipert Gené niet meer. Nee, natuurlijk niet. Dus dat wordt sowieso nooit meer echt zo gezellig. Maar je kunt ze natuurlijk rustig met z'n drieën aan een tafel zitten. Maar het grote gevaar is de geloofwaardigheid van bijvoorbeeld een Gijp. Want als die Gijp, die gaat tekeer, ik noem maar wat, ouderwets. En die maakt een speler belachelijk en die zet hem even neer. Dan denkt iedereen thuis, hey Gijp. En jij dan? Jij hebt Gené een NSB'er genoemd en je zit gewoon weer bij die NSB'er aan tafel. Dus welk recht van spreken heb jij nou nog? Daar zit het, de geloofwaardigheid. Ja, want hetzelfde geldt voor Derksen, want die zei ook van, ik ga nooit meer bij die Gluipert aan tafel zitten. Nou, dus als die Derksen dan weer eens ouderwets tekeer gaat tegen een trainer of een speler of wat dan ook, dan denken jullie ook met z'n allen van, nou ja, hé, hey, Derksen, hou even op. Ik bedoel, welk recht van spreken heb jij dan? He? Want als de mol boe roept, dan kruip je alweer terug in je holletje. Dus hey, daar zit het hem. Dat is de essentie en de kern van de hele zaak. De geloofwaardigheid van Gijp en Derksen.